Mijn naam is Koen Hermans en ik ben een cybercrime officier van justitie. Ja, het werk als officier van justitie, vond ik altijd ontzettend leuk. En met cybercrime ben ik eigenlijk per toeval in aanraking gekomen, doordat een collega tijdelijk de portefeuille niet kon waarnemen. Ik ben het toen gaan doen en ja, dat was een wereld die voor me openging. Een specialistisch team, wat verstand heeft van allerhande zaken waar ik nog niet mee in aanraking kwam. Het was eigenlijk als een soort van ja, een ijsschots waarbij je niet weet wat er onder water allemaal plaatsvindt. En dat vond ik zo leuk. Die onderzoeken die ik daar draaide gaven me zoveel energie dat ik nooit meer iets anders ben gaan doen. Dat terwijl ik geen techneut ben. Ik ben echt een jurist, maar ik vind wel nieuwe ontwikkelingen ontzettend interessant. En ik ben nieuwsgierig, denk van aard, ik denk dat dat vrijwel iedere officier is. Maar als jij zo iemand bent die ontzettend nieuwsgierig is en van nieuwe ontwikkelingen houdt, ja, dan is dit wel werk wat je op het lijf geschreven is.